Als je ooit in de sneeuw terechtkomt en je bent verdwaald, dan kan jij wel overleven. Ik heb het gevoel nu dat ik het kan overleven. So what took you to Idaho? A medical conference. Are you a journalist? Mm-hmm. That would explain the questions. De eerste foto, dat is de eerste ontmoeting tussen Kate en Idris in de film. En ik ben benieuwd, hoe was jouw eerste ontmoeting met Kate en Idris? Hartstikke leuk. Eigenlijk, ik was erg benieuwd of je keuze die je hebt gemaakt ook klopt in de werkelijkheid. Eerste Idris gezien in L.A. We hebben heel veel gepraat en gelachen. Idris is eigenlijk, heeft een enorm gevoel voor humor. We're not. We just met. Kate is heel serieus, dus haar eerste mijn eerste ontmoeting met haar was serieus. En we gingen praten inhoudelijk over de film. En het was eigenlijk ook, weet je, spannend, omdat zij is toch een grote actrice is. I think we may have the same problem. I have an idea. Kan je iets vertellen over de omgeving waar jullie hebben gefilmd? We hebben echt gefilmd in heel hoge gebergten van Canada. En het was bijna geen zuurstof, heel koud. Soms hadden wij 38 graden onder nul. Anybody? Zo zag ik, dat is een van de redenen waarom ik de film heb gedaan. Omdat ik zag meteen een kans om mooie beelden te maken. Omdat dan heb je bijna de achtergrond altijd zwart-wit, het is canvas. Het is gewoon, en die wordt gevuld met je acteurs als kleur. Anyone? Maar hoe was het om in deze grot te draaien? Ja, het is gewoon heel koud. Nee, kijk, soms is het zo koud. Als de traan komt op je wimpers en je maakt je ogen dicht, vriest het. En dan kan je je ogen niet open doen. Het is echt heel eng. Dus zeg maar, deze gedeelte van het gezicht, te lang onder koud heeft gezeten, kan af en toe vriezen. Dat je bijna niet meer kan praten. Oh, dus je kan je voorstellen, een regisseur zonder ogen en zonder praten. Nou, dat is twee keer niks. We can go 3 weeks without food, 3 days without water, and 3 hours without shelter. Hoe bereid je je lichaam voor op het vertrekken naar zo'n koud gebied? Ja, allereerst je krijgt training van tevoren. Oh. Hoe moet je overleven als iets gebeurt? Het is een gevaarlijk terrein als je glijdt en dan kom je terecht in een ravijn, dan wat ga je doen? Je krijgt ook training, hoe moet je ademhalen? En hoe moet je jezelf warm houden? Ben! Ik geef hier het volgende plaatje en er zit hier ook een deel van de camera erbij. Ja, we zijn ook gestoord om zo precies enorm ongewikkelde apparatuur naartoe te brengen. Volgens mij is de sneeuw echt super diep. Je komt tot je knieën. Blijft je camera? Hoe heb je dat georganiseerd met je camera? Een enorme operatie. Kijk, allereerst, onze crew was heel goed getraind. Dat was echt een top crew van de hele wereld. En we hebben in zo'n apparatuur eigenlijk meegenomen, omdat als crew kan je niet echt lopen in de sneeuw. Ja. Omdat je kan vallen en je kan niet echt mooie beelden maken. Dus we moesten een soort arm bedenken waar wij de acteurs kunnen volgen zonder dat wij in de sneeuw hoeven te lopen. If we stay here, we're safe. If we leave, search and rescue, they're less likely to find us. Look, I don't want to die up here because you're too scared to take a risk. Hoe heeft deze hond het zo goed volgehouden in de film? Hoe heb ik het volgehouden met een hond? Kijk, mijn hond is niet bewust van de situatie, dus vaak wil die niet. En je kan hem niet dwingen, dat mag niet. Dus vaak moest ik op de hond wachten. Dat is voor een regisseur bijna een hartaanval. Maar goed, hij is wel lief hoor. In de film is hij heel lief en heeft hij een heel goede rol gespeeld. Dus uiteindelijk ben ik blij mee. We might die together. I don't even know you. Zou je nog een film in de sneeuw willen maken? Nee. Volgende film: zand, strand, zee, warmte, geen sneeuw meer. Afgelopen. We're not gonna die. Not today.